Frans Klein. Omroepman van het jaar 2020. Dat vind ik toch wel leuk om ja. te zeggen. Aardig van je. Seizoenspresentatie. En je gaat van netmanagement naar integraal programmeren. Ja. Wat ga ik daar als kijker van merken? Nou, dat we nog meer zijn op andere plekken dan alleen op televisie. Dat is misschien de essentie. Ja. En dat we dat proberen te doen via de selectie via genres. Zodat we de kwaliteit van de programmering ook nog verder verhogen. Ja, dus betere, ja, 12 genres. Dus we proberen meer te excelleren op de verschillende genres. En dat in de haarvaten van de samenleving uit te serveren. Waar ben jij vooral erg over te spreken? Wat springt eruit het jaar? Nou, ik ben toch eerlijk gezegd wel heel erg te spreken over de grote lijn. En daarmee bedoel ik dat we zo hebben gekeken naar de vernieuwingskracht en de vernieuwingsdrift van de publieke omroep. Heel veel nieuwe titels, heel veel nieuwe verhalen, echte verhalen. Gelukkig ook over echte mensen, daar zei ik ook iets over. Ja. Als je ziet opgeteld wat voor rijkdom dat beeld oplevert, ja, daar ben ik wel enorm trots op. Ja. Zijn er ook dingen die je mist, die nog beter zouden kunnen? Ja, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Hè. Maar ik moet ook zeggen, het nieuwe seizoen begint net. Ja. En ik ben natuurlijk in blijde afwachting wat al die geweldige makers van ons ervan gaan maken. Ja. Dus voorlopig ben ik vooral nieuwsgierig. En kijk ik uit naar onze maakkracht. In het bijzonder, dat heb ik dan niet genoemd, maar waarom zou ik niet gewoon zeggen waar ik echt naar uitkijk. Ja. Hè, dat is toch ook wel weer een beetje naar Matthijs op de zaterdag. Ja. Matthijs draait door. Ja. Ik denk niet dat ik een groot geheim verklap als ik zeg dat ik een grote fan van Matthijs ben. En daar heb ik wel zin in. Ja. Er zijn ook twee nieuwe partijen bij. Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. In hoeverre bemoeilijkt dat jouw werk? Ja, bemoeilijkt en verrijkt het. Hè? Ja. Nog meer keuze om het. je kunt zeggen, nog meer keuze. Is er ergens een grens dat er te veel keuze is? Dat kunnen we ook wel tegen elkaar zeggen. Ja. Ik geloof dat we nu weer op 12, 13 omroepen zitten. Dat is best een groot aantal. Ja. We zullen ook. Wat dat betreft komend seizoen moeten kijken hoe werkbaar dat is. En tegelijkertijd, het zijn ook wel twee hoog geprofileerde omroepen. Ja. Dat maakt het ook wel spannend, laten we eerlijk zijn. En we moeten vooral kijken of ze waarde toevoegen. En echt nieuwe dingen brengen. Nieuwe verhalen die we nu nog niet vertellen. Dat wordt echt de spannende zoektocht. Ja.